Christian Koen, je hebt een tijd lang met je voet in het gips gezeten. Wat was dat precies? Ja, het was niet echt gips. Het was een soort loopschoen waarbij je het afwikkelen van je voet beperkt werd. En daar had ik heel veel last bij het afwikkelen. Dus daarom zo'n schoen, ja. Dus dat betekent dat jij een tijdje lang heel moeilijk hebt gelopen. Liep je ook op krukken? Nee, geen krukken, wel op die schoen. En dat liep inderdaad wel heel moeilijk. Ik heb 2 weken met dat schoentje aangelopen. En het was echt puur dat mijn teen eigenlijk zoveel rust kreeg dat het er niet werd geprikkeld. En nu eindelijk weer eruit, ja. Je bent, neem ik aan, wel lief verzorgd in die periode. Want als je dan 2 weken helemaal niks kan doen, dan moeten ze even op je letten. Absoluut, je wordt hier altijd... ik ben goed verzorgd, moet ik zeggen. Ja. Nee, het is natuurlijk altijd lastig als je... je krijgt daardoor door dat schoentje krijg je ook een beetje klachten aan je heup en aan je knie. Omdat je loopt toch anders. Het is toch anders voor je lichaam. Het is een stuk verhoogd, dus je komt al een beetje schuin te staan. Dus daar letten ze wel heel erg op, ja. Wat is er precies gebeurd? In de voorbereiding tegen Eindhoven, toen landde daar een speler op mijn kleine teen. Het was een duel en hij sprong en hij landde op mijn kleine teen. Ja, en toen hoorde ik het helemaal kraken en ik voelde gelijk al dat het niet echt helemaal lekker zat. En allerlei onderzoeken aangedaan en röntgenfoto's en botscans genomen. En uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat mijn botvlies gewoon een zware optata heeft gekregen, laat ik het zo maar zeggen. En botvlies is vrij gevoelig en daardoor had ik er ook zo lang en heb ik er ook zo lang last van, ja. Baal je ervan dat die juiste diagnose niet iets eerder is gesteld? Want dat heeft je toch een beetje de start van de competitie gekost. Ja, maar ondanks dat het zo lang duurde qua diagnose, moet ik zeggen dat het verloop van het herstel hetzelfde zou zijn. Of het nou gebroken zou zijn of een kneuzing. Het duurde nou eenmaal zo lang. En dat was in mijn geval maakte dus niet uit of het nou gebroken of gekneusd was. Daar staat gewoon een bepaalde periode voor. En die heb ik ook volledig volgemaakt voor mijn idee. Ja, het Friese publiek heeft dus nog niet kunnen genieten van Christian Koen. Wat kunnen ze zo verwachten van jou hier? Nee, ze hebben inderdaad nog niet kunnen genieten. Ja, in de voorbereiding 2 wedstrijden. Wat kunnen ze van mij verwachten? Ik hoop de stijl die ik bij ADO heb laten zien om dat door te zetten hier. Gewoon, weet je, niet bang voor duels. Er vol ingaan, elke wedstrijd alles geven en de spitsen tegenhouden. Daarvoor ben ik hier aangetrokken en daarvoor word ik betaald hier. Dus dat moet ik maar laten zien dan. Ik neem aan dat je gehaald bent als centrale verdediger. Dan heb je hier te maken met jongens als Gouwenleeuw, als Kruiswijk, als vergeet ik er nog eentje, Ramon Zomer natuurlijk. De concurrentie is pittig hier bij Heerenveen. Ja, maar daar word je alleen maar beter van, zeg ik altijd. Natuurlijk wil ik graag basisspeler zijn. Maar daarvoor moet je wel het een en ander laten zien. Het is niet zo makkelijk dat je gewoon je wordt gehaald en je staat in de basis. Hoe hoger je komt, hoe meer concurrentie er zal zijn. En concurrentiestrijd is altijd goed voor een individu. Omdat je dan toch het maximale in jezelf naar boven moet halen. En dat moet hier dus absoluut wel, ja. Ja, je wilt het beste in jezelf naar boven halen. Dat betekent dat je iemand uit de basis gaat spelen. Op wie heb je je oog gericht? Je kan altijd schuiven. Maar weet je, op mijn positie staan nu Ramon Zomer en Jeffrey Gouwenleeuw. En de laatste tijd ook Arnold Kruiswijk. Ja, één van die jongens moet dan maar sneuvelen voor mij. Dat klinkt misschien lullig, maar dat is wel de voetbalwereld. En hun zullen hetzelfde zeggen. Hun willen ook gewoon graag in de basis spelen. En dat wil ik ook. Dus helaas mag je maar met z'n 11 in het veld staan. Anders was het wel heel makkelijk geweest. Maar ja, iedereen moet dus strijden voor zijn plekje. En dat zal ik ook doen, ja. Ik neem aan dat je dit soort zaken ook besproken hebt met de trainer, met Marco van Basten, op het moment dat jullie besloten met elkaar in zee te gaan. Niet echt puur met Van Basten. Je spreekt wel hier met de technische staf algemeen. Maar ook met een Johan Hansma. Die heeft mij verteld van je wordt gehaald als het centrum. Maar hun weten ook dat ik... Ja, multifunctioneel ben. Ik kan ook rechtsback, linksback, aan beide kanten in het centrum. Dus voor hun is eigenlijk de keuze makkelijker om mij op meerdere posities te zetten. Maar voor mezelf focus ik me toch echt op het centrum, ja. Ik neem aan wel dat je met Marco van Basten specifiek praat over je positie, over jouw kwaliteit en dergelijke. Hoe ziet hij jou? Nou, ik heb nog vrij weinig met hem gesproken individueel. Omdat ik al vrij vroeg in de voorbereiding geblesseerd raakte. En een trainer moet verder met zijn basisgroep. En als je dan geblesseerd bent, wil je niet zeggen dat hij helemaal niet meer met je praat. Maar hij is veel meer bezig met de spelers die fit zijn. En hij wist ook dat mijn blessure zo lang duurde dat... Ja, je kan wel hopen op 2-3 weekjes, maar het duurde gewoon nu 8-9 weken. En ja, in zo'n geval ben ik alleen maar met de fysio's bezig. En is hij echt puur met de spelersgroep bezig. En ik denk zodra ik weer wat fitter ben en met de groep mee ga trainen... dat hij wel wat vaker wat gesprekken aangaat, ja.
Ja, want wij zijn eigenlijk best benieuwd hoe hij is als trainer. Het is natuurlijk een grootheid uit het Vlaamse voetbal. Maar jij bent dus ook nog steeds benieuwd hoe die is. Ja, ik weet al een beetje hoe die is. Mark van Basten is een heel rustig persoon. Heel erg bedachtzaam in wat hij zegt. Denkt eerst goed na voordat hij wat zegt. En gewoon een heel relaxed persoon. Ja, kan er niet meer van zeggen eigenlijk, nee. Ja, op tv komt hij natuurlijk ook altijd wel zo over. Als zijnde een onafhankelijke geest. Maar ik vraag me af, in de kleedkamer, op het veld, is hij dan wat losser? Komt er wel eens een grapje uit? Dolt hij wel eens met je, met de spelers? Ja, hij is inderdaad wel wat losser, inderdaad. En je kan aan hem merken dat hij ook echt een oud voetballer is. Hij geniet ook van training als het goed gaat. Het liefst wil hij volgens mij gewoon nog meedoen. Ja. Nou, dat kan helaas niet met zijn enkel natuurlijk. Maar je ziet nog steeds aan hem de gretigheid als speler die hij toen ook had. En dat is wel mooi om te zien in een trainer, ja. Nou hadden jullie aan het begin van het seizoen best wel problemen met het maken van doelpunten. Er kwam daar opeens een IJslander, Finn Bogason. Ja. Die schoot er 2 in tegen Ajax. Nou, ja. Dan ben je populair hier natuurlijk ook. Is dit echt zo'n goede spits? Omdat ik niet echt bij de groep zit, is dat moeilijk voor mij te zeggen. Maar we hadden natuurlijk met Matthew Amoa een belangrijk persoon binnengehaald hier bij Heerenveen. Alleen die raakte al vrij vroeg geblesseerd ook. En die is er ook een tijdje uit geweest. Ja, dan moet je naar alternatieven gaan zoeken. En dat was dan inderdaad in Alfred. En hij trainde voor mij een week mee en stond tegen Ajax erin. En schoot er gelijk 2 in. Dat is een goed begin. En dat is een lekkere binnenkomen ook, ja. Dus ik hoop dat hij die lijn kan voortzetten, ja. Laten we dan inderdaad praten wat meer over de club Heerenveen, waar je wel veel ervaring mee hebt. Er wordt altijd gezegd dat het een fijne, een warme, gemoedelijke club is. Anderzijds hoor je wel eens van ja, wordt hier toch ook wel geleid als een professionele, harde club. Wat zijn jouw eerste indrukken bij deze club? Ja, inderdaad, dat warme, dat mensen je heel graag willen helpen hier. Met alles wat je moet regelen, staan ze hier voor je klaar. En natuurlijk is het een professionele club waarin het kwalitatief heel belangrijk is dat je daar ook echt moet staan. En ze verwachten veel van je, ze eisen veel van je. Maar ik denk dat het ook mag als een club, als Heerenveen. En ja, al met al moet ik zeggen dat het inderdaad gewoon echt een mooie club is, inderdaad. Natuurlijk zijn ze professioneel en af en toe hard. Maar ja, als je mee wil strijden in de bovenste regionen, dan moet dat ook, denk ik, ja. Hoe merk je dat deze club groter is dan je vorige vereniging ADO? Zo moeilijk. Kwalitatief gezien kun je dat... Ik denk dat de spelersgroep iets meer kwaliteit heeft dan ADO. Maar ook qua organisatie. Het was nog wel eens bij ADO dat de shirtjes niet op tijd geregeld waren in het begin van het seizoen of zo. En dan wil ik helemaal niks slechts over ADO zeggen, hoor. Maar met kleding, hoe alles geregeld is. Je merkt dat hun net een stapje vooruit zijn. Ook met voeding, met eten, met dat soort dingen. Het zijn allemaal kleine puntjes waar ze net een stapje in verder zijn als ADO. En ADO is ook die weg ingeslagen om die professionaliteit te gaan halen. Maar ja, hier is dat eigenlijk al zover, ja. Wat je ongetwijfeld wel zult missen, dat is het stadsleven. Want Heerenveen is toch een beetje één groot dorp. Ja, Heerenveen is één groot dorp, ja. Ik hoorde dat hier in Heerenveen 30.000 mensen wonen. Ja. Nou ja, als het uitverkocht is in het stadion, zitten er 26.000 mensen. Dus dan is het hele dorp hier leeg. Ja, ja, dat mis ik wel. Dat stadse gevoel wat Den Haag had, dat is hier niet. Maar aan de andere kant, de rust en wat je hier hebt, dat trekt mij ook wel. Ik moet zeggen, ik zit 5 minuten rijden hier van het stadion. Daar is mijn appartement. En ik moet zeggen, dat is lekker rustig en ontspannen. Dus ja, aan de andere kant bevalt dat me ook wel. Maar moet je inderdaad zeggen, dat stadse, dat trekt me ook wel. Ja. Ja, het schijnt wel dat je hier heel goed kunt stappen. Maar of dat voor jou verstandig is om te doen, want in het dorp kent iedereen elkaar. Hè? Dan moet je toch maar oppassen. Ja, je wordt snel herkend. Nee, van het stappen heb ik er helemaal niks mee gekregen. Ik weet wel dat je in de omgeving, in Zwolle, in Groningen, in Leeuwarden, dat zijn allemaal wel leuke steden omheen te gaan. Maar ja, als je echt voor het leuke dan... Ja, Heerenveen is wel leuk, maar er is nou niet echt heel veel te doen, nee. 2 dingen moet je absoluut wel kunnen als je een voetballer bent van Heerenveen. 1, het Friese volkslied. Dat gaat bij mij nog niet werken. Nee, het is, ik heb het een paar keer doorgelezen, maar het is al moeilijk om te lezen. Laat staan om het mee te zingen. Dus tot nu toe ken ik het Friese volkslied nog niet, nee. Ga je het wel oefenen? Nee, dat is veel te moeilijk. Nee, nee, dat is echt iets wat voor mij... ik vind het leuk dat ze het doen. Het is echt iets van de club en... Ja, een soort traditie, maar om het nou zelf te gaan leren, dat vind ik wel iets te ver gaan. Het tweede wat je hier absoluut moet kunnen, dat is schaatsen. Dat kan ik wel. Dus dat kunnen we. Toevallig is mijn appartement tegenover Tialf, dus ik heb nog genoeg tijd om af en toe een keer die schaatsen aan te trekken en een lekker baantje te gaan maken. Ja.
Nou, dat is toch knap, want je bent natuurlijk een half Duitser. En Duitsers zijn natuurlijk niet bekend vanwege het feit dat ze geweldig goed kunnen schaatsen. Nou, Claudia Pechstein heeft toch aardig wat medailles binnengehaald. Ja, maar die zat onder de doping. Ja, oké, dat telt dan niet. Nee ja, ik moet zeggen, ik heb nog niet verder geschaatst of andere dingen hier gedaan. Maar je kan wel merken dat Heerenveen echt met sport bezig is. En dat is wel leuk om te zien, ja. De overgang van ADO naar Heerenveen. Dat betekent ook dat je weer een stuk dichter bij de heimat bent. Weet jij welke profclub hier het dichtstbijzijnd is? Ik heb echt geen idee. Nee. Weet jij? Het is SV Meppen. 5 kwartiertjes rijden. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, Meppen. Nee. Nee, heb ik echt. Daar ben ik ook totaal niet bezig mee geweest dat ik dichter bij die heimat zit. Nee. Nee, het had gekund, maar je bent ook nog niet gaan kijken. Nee, ik ben nog niet gaan kijken. Nee. Dat heb ik nog niet gedaan, nee. Maar vanwege jouw Duitse roots, daar wil ik natuurlijk naartoe. Het moet toch een droom zijn voor jou om ooit een keer in de Bundesliga te spelen? Ja, absoluut, ja. En er was wel interesse nadat ik transfervrij was bij ADO. Vanuit Duitsland, ik heb wel gesprekken gehad daar. Alleen dat duurde voor mij allemaal net iets te lang. En ik wilde gewoon eigenlijk vanaf de voorbereiding met een club meetrainen. En Heerenveen werd daar het concreetst in. Die waren het snelste bij om te zeggen van dit is wat we je aanbieden. En in Duitsland, waar de interesse was, daar duurde het maar. En dan moest ik wachten nog. En die wilde eerst nog even andere spelers bekijken. En dat duurde allemaal zo lang. Dat ik voor mijzelf, ja, ik heb gewoon de knoop doorgehakt. En ben met Heerenveen in zee gegaan. Uiteraard ga ik nu vragen welke club of welke clubs interesse hadden. En dat ga ik niet zeggen. Nee, dat mocht ik niet zeggen. En dat zal ik nu ook nog niet zeggen. Maar het waren tweede Bundesliga en eerste Bundesliga zaten erbij. Dus het was voor mij heel aantrekkelijk ook. Alleen, ja, het duurde allemaal te lang. Dus. Zat je favoriete club Eintracht Frankfurt erbij? Daar kan ik nog steeds niks over zeggen. Maar het is wel je favoriete club? Het is wel mijn favoriete club, ja. Ja, natuurlijk omdat ik daar geboren ben. En weet je, als je dan in Duitsland mag voetballen, dan waarom dan niet daar waar je eigenlijk geboren bent? En dat is voor mij Frankfurt. Dus Eintracht Frankfurt hoop ik ook nog een keer heen te rijden. Mooie stad, mooie club, schitterend stadion. Ja, dus we gaan ervoor. Een aantal ploeggenoten bij ADO, jullie waren heel succesvol 2 jaar geleden, is inmiddels ook daar vertrokken. Heb je daar nog contact mee? Ja, toevallig wel. Ja. Ik heb af en toe nog contact met Lex Immers, met Wesley Verhoek, met John Verhoek, met Timothy de Rijk. Ja, er zijn toch nog spelers die inderdaad vertrokken zijn, maar waar ik wel gewoon nog regelmatig mee op de WhatsApp of zo zit om even te vragen hoe het gaat. En je volgt elkaar nog steeds, omdat je in die jaren dat ik bij ADO heb gevoetbald, heb je toch een bepaalde band met die spelers opgebouwd. En weet je, je gunt zulke spelers ook omdat je ze persoonlijk kent natuurlijk het beste. Daarom vond ik het ook zo mooi voor Lex dat hij naar Feyenoord kon, Wesley naar Twente en nu naar Feyenoord. Weet je, dat soort dingen, je gun je elkaar als ja, collega's toen en vrienden en nu. En bij ADO heb ik ook nog contact met Toornstra, met Zwinkels, Coutinho, Lewin. Weet je, af en toe nog met, het zijn toch spelers met wie je hele mooie momenten hebt gedeeld. En dat vergeet je niet zo snel, nee. Want Immers en Verhoek samen bij Feyenoord. Het was toch wel leuk geweest als jij ook nog een linie erachter erbij had gestaan. Dat zou heel leuk geweest zijn, ja. Ja, nee, ja, dat is dan ook. Dan vertrekt Vlaar daar. En dan denk je misschien achteraf, had ik daar ook kunnen spelen. Maar ik ben nu gewoon blij dat ik bij Heerenveen heb getekend. En dat ik hier mag voetballen. En weet je, wat er in de toekomst zal komen, dat zie ik dan wel. Maar ik voel me nu heel erg op mijn gemak. En hier bij Heerenveen. En ik hoop hier nog hele mooie jaren te hebben hier, zo ja. Waarom ga jij slagen bij Heerenveen? Ja, of ik ga slagen weet ik niet. Maar ik zal er wel alles aan doen om wel te slagen. En ik had toen het idee bij ADO dat ik toe was aan wat anders. En Heerenveen bood mij die uitkomst. En ik denk dat ik hier wel alles eraan zal doen om te laten zien dat ik hier ook gewoon lekker kan meevoetballen. En mocht het niet lukken, dan kun je altijd nog je appartement uitstappen naar de overkant en Tio of de schaatsen onderbinden. Dan ga ik naast Sven Kramer maar even een paar baantjes trekken. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.